Uitwerkingen, onderzoek naar geluid uit een fles. We horen bij het examen van VWO 2016, tijdvak 2. Lees eerst even de opgave door, dus druk even op pauze en schrijf even de gegevens op die in het verhaal staan. Gevraagd wordt, toon aan dat de grondfrequentie 2,4 keer 10 tot 2 hertz is. Eerst dus de gegevens. Nou, gegevens is allereerst kamertemperatuur. Heb je straks nodig, het gaat over geluid, geluidssnelheid. De afstand is 13 centimeter. Kijk ook even wat die 13 centimeter is. Dat is dus de lengte van de luchtkolom boven het water. En natuurlijk, gegeven de grondfrequentie is 2,4 keer 10 tot macht 2 hertz. En dat moet je aantonen. En dat doe je dus met behulp van deze grafiek. En als je iets uit een grafiek moet aflezen, ga een zo groot mogelijk deel van een grafiek gebruiken. Dat is nauwkeuriger. Dus begin daar. Helemaal aan de linkerkant en eindig aan de rechterkant. En ik pak er twee asafsnijdingen, zodat het een duidelijk punt is waar ik op kan meten. En het tijdsverschil tussen die twee punten is, dan zie je het 18,95 seconden. En als je dan even telt, dan zie je dat het 4,5 trilling is. Nou, als dat 4,5 trilling is, dan weet je dus dat één trilling, dus één trillingstijd, één periode, is, daar staat die, 4,4 millisecondes, oftewel frequentie, is 1 gedeeld door en je komt op 2,3. Het moest 2,4 zijn. Ik bedoel, daar doe ik het voor. Dat is wel goed genoeg. De punten. Nou, hier staat het. Hè? F is 1 gedeeld T gebruiken en het aflezen van T en tenslotte het completeren. We gaan weer verder. Nou, stukje tekst erbij. Hè? Michael denkt van, hey, het komt door een staande golf. En ja, belangrijk hierbij is dat er een knoop bij het wateroppervlak is en een buik bij de flesopening. Gevraagd is, nou hier staat het, hè, toon aan dat de geluidssnelheid die je daaruit haalt niet overeenkomt met die van binnen. En waarom kan deze frequentie, die gemeten frequentie, geen boventoon zijn? Even de gegevens, kamertemperatuur. Dus kun je opzoeken de geluidssnelheid en die is dan 343 meter per seconde. Let op, in BINAS staat 0,343, maar boven in de kolom staat nog 10 tot de macht 3. Wel even belangrijk. De lengte van de luchtkolom is 13 centimeter. De grondfrequentie 2,4 keer 10 tot de macht 2 hertz. En er is dus een knoop bij het wateroppervlak en een buik bij de flesopening. Oftewel, de grondtoon is dan een kwart golflengte. En als je twee vaste uiteinden hebt, is de grondtoon een halve golflengte. Maar heb je één vast en één los, dan heb je een kwart golflengte. Gevraagd, toon aan dat de snelheid niet 343 meter per seconde is. Nou, de geluidssnelheid wordt gevraagd. Dat betekent dus dat je de belangrijkste formule moet gebruiken. Bij trilling golven althans, en daar staat je al, V is lambda keer F, golflengte keer frequentie. En de golflengte, je weet dat de golflengte een kwart lambda is. En je weet dat die kwart lambda in die luchtkolom van 13 centimeter zit. Dus is de golflengte 4 keer die 13, is 52 centimeter. Nou, dat vul ik in die formule, want de frequentie, die wist ik. En ik kom op 124,8 meter per seconde. Oftewel, inderdaad, het komt niet overeen met die 343 meter per seconde. Kan het zijn dat die frequentie die ik heb gemeten, ja, dus dat het misschien niet de grondfrequentie is, maar juist een boventoon, waardoor ik dus inderdaad op een verkeerde geluidssnelheid kom? Nou, bij een boventoon weet je, althans, ik hoop van wel, dat de frequentie hoger is. Nu verandert er niks aan de lengte, oftewel, ja, bij grondtoon zou dus die frequentie juist lager zijn, ja, mocht dit dus geen grondtoon zijn. En dat betekent dus dat de geluidssnelheid nog lager zou zijn. Ja, dus eventjes, ja, dus als F niet de grondtoon zou zijn, dat betekent dus dat als je de grondtoon wel hebt, dat F nog lager zou worden. Maar als F nog lager zou worden, zou dus de snelheid ook nog weer lager zijn. Oftewel, het zal nooit
de 343 meter per seconde kunnen zijn. De punten. Hier staat hij. Gebruik van die belangrijkste formule met dat de golflengte 4 keer die afstand is. En nou, kijk maar eventjes wat er staat. Next. Nou, een formule erbij. Ja, kijk eventjes rustig wat er allemaal staat. Yep. Mooie formule. En beschrijf een methode om het volume van de lucht in een fles te meten. Nou, er zijn verschillende methodes. Een aantal methodes staan in het correctiemodel. Je kon 1 punt hiermee verdienen. Dus kijk maar eventjes welke methode je leuk vindt. We gaan verder. Nou, kijk weer eventjes wat er allemaal staat. Nou, gevraagd wordt hier, wat moet de eenheid langs de horizontale as zijn? Nou, eerst eventjes de gegevens die hier allemaal in staat. Dan zal er eerst het oppervlak, de lengte, en het gaat om wat er bij de horizontale as staat. En zie dus, dat is 1 gedeeld door de wortel van het volume. Nou, wat moet dan de eenheid hiervan zijn? Dat moet dan 1 gedeeld door de wortel van de eenheid van volume zijn. Dus 1 gedeeld door de wortel van kubieke meter. En dit is in feite al het juiste antwoord. Je had het ook zo mogen opschrijven. Ja, want de wortel is iets tot de macht een half. Dus kom je in totaal op de m tot de macht 1/2 of zoiets. En het correctiemodel heeft zich er helemaal makkelijk van afgemaakt, want dit is wat zij hebben gedaan. Voor v hebben ze maar gewoon op gewoon v gelaten en dus krijg je dit als antwoord. Verder. Nou, dezelfde situatie weer. En gevraagd wordt nu, waarom gaat die lijn eigenlijk door de oorsprong? Ik ga die formule voor f eerst iets anders opschrijven. Die wortel die splits ik in 2. Waarom? Dat is omdat ik dan die 1 gedeelde v apart heb staan. Die 1 gedeelde v die ook bij de horizontale as staat. Want in oorsprong moet dus die 1 gedeelde wortel v, die moet 0 zijn. Dus dit hier, dat moet 0 zijn. Maar als dat 0 is, maakt niet uit wat ervoor staat, dan zal de uitkomst ook altijd 0 zijn. Oftewel, als het 1 0 is, is het andere 0. Kortom, het gaat door 0 0. Verder. Gevraagd wordt, bereken de geluidssnelheid met behulp van deze functie. Nou, die functie zet inderdaad de v in. Pak weer eventjes mijn andere formule. En kijk, ja, je hebt een grafiek. En bij de grafiek staat dus deze formule. En deze formule betekent dus dat het deel wat voor 1 gedeelde wortel v staat, dat dat 3,22 is. Dus een stuk voor die wortel is 3,22 en daaruit kun je dus alles invullen en v berekenen. En dan kom je op een 3,4 keer 10 tot de macht 2 meter per seconde. En tenslotte werd ook nog gevraagd, mogen ze dan concluderen dat hun proef inderdaad mag worden beschreven met deze formule. Ik zeg van wel, want 3,4 keer 10 tot de macht 2 komt aardig in de buurt met de 343 meter per seconde. Punten. Nou, hier staat het dus. Inzicht, recht evenredig verband. Dat gaat eigenlijk om van dat je door 0,0 gaat. En dan, nou, alles staat er wel wat je moet weten. Verder. De frequentie. Ja, eventjes de tabel erbij. En in de tabel staan alles staat hier met 2 cijfers significant. Maar hier staat het plotseling met 3 cijfers significant. Ja, hoe kan dat? Dat je plotseling meer significante cijfers mag gebruiken. Nou, het is heel eenvoudig. Hè? Met de grafiek. Ja, je ziet dat ze de lijn hebben getekend niet door alle punten zelf heen, maar zo goed mogelijk door alle punten. Sommige liggen boven, sommige liggen onder. Dat betekent dus dat je gemiddelde neemt. En als je gemiddelde neemt, dan kun je dus de afwijkingen een beetje eruit middelen. Vandaar dat je dan meer significante cijfers krijgt. Nou,
En hier staat het wat een correctiemodel was. Het was een eenpuntsvraag. En dat was de hele opgave weer. Bedankt voor het luisteren en tot horens.